Komende donderdag 28 januari staat het plan voor een autoluchtcentrum in Ninove opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Nadat in december de aanstelling van een ontwerper is uitgesteld, start nu de tweede ronde van het debat. Wat eigenlijk precies bedoeld wordt met een autoluchtcentrum is niet zo heel ingewikkeld. Ik denk dat het doel duidelijk is. Wij willen een aangename winkelomgeving in de Beverstraat. Waar je nu, als je kleine kinderen of kleinkinderen hebt, dat je toch voortdurend vanuit je ooghoeken moet zitten kijken van ja, waar zijn die? En wij willen daarvan een zeer aangename pleinfunctie maken die permanent bereikbaar is voor de wagen. Maar waar je toch het gevoel van een winkelwandelstraat hebt. En dat is het doel. Uiteraard gaan we daarbij rekening houden met de mensen, met de wensen van de handelaars. En gaan we al die belangen die er toch zijn, gaan we die proberen op een zo goed mogelijke manier in elkaar te passen. Aan de hand van welke voorbeelden zijn jullie eigenlijk tot het idee van dit autoluwcentrum gekomen? Ja, eigenlijk halen we de mosterd in Sint-Niklaas. In Sint-Niklaas hebben ze exact hetzelfde type van herinrichting gedaan, een verkeersluwcentrum. Ik ben heel blij om te zien dat dat in Sint-Niklaas heel goed functioneert. Ik heb 2 weken geleden nog in de krant gelezen dat het Waasland Shoppingcentrum, buiten Sint-Niklaas dan, dat die melden dat zij 500.000 bezoekers minder hadden in 2015. En zij haalden daarbij 2 redenen aan. De eerste reden was de internetverkoop natuurlijk, maar zij gaven ook echt toe dat de herinrichting van de stationstraat en de verfraaiing van de binnenstad in Sint-Niklaas zeker ook een factor is die mensen in de binnenstad houdt. Ook N-VA staat achter het idee van een autoluwe handelskern, maar heeft wel wat problemen met de manier waarop dat zou worden gerealiseerd. Zij zien liever dat het ontwerp voortkomt uit een wedstrijd. Kan de stad niet gewoon een ontwerper aanduiden en zeggen van kijk, dit zijn de eisen van de handelaars, de bewoners, de stad zelf en zo het plan laten ontwerpen? Dat kan in theorie prima, maar het probleem bij als een ontwerper wordt aangeduid, is het risico dat de ontwerper niet de beste ontwerper is. En we gaan sowieso kiezen voor de goedkoopste, want dat staat in de jurering, dat men gaat voor de goedkoopste. Dan is men dus niet zeker dat het beste ontwerp gaat gerealiseerd worden. En dat vinden wij een beetje spijtig, omdat het toch wel gaat over veel geld en over belangrijke zaken die heel lang hier in Ninove gaan blijven bestaan. Dus wij zouden toch wel opteren voor een ontwerpwedstrijd, omdat het voordeel daarvan is dat de beste ontwerper wint en niet de goedkoopste. En voor die ontwerpwedstrijd zijn er waarschijnlijk dan wel enkele basisvoorwaarden waar elke ontwerper aan moet voldoen. Ja, dat is waar. Maar dat is in beide gevallen zo. Het verschil is dat als we met een ontwerpwedstrijd speelt of werkt, dat die zaken die op papier worden gezet, dat iedereen daar zijn gang kan mee gaan. Terwijl dat als men 1 ontwerper aanduidt, diezelfde ontwerper misschien die opdracht verkeerd invult en een verkeerde oplossing aanbiedt, waar de stad dan achteraf eigenlijk weinig kan aan doen. Want dat is ook in de gunningsvoorwaarden zo gesteld, dat zelfs als het ontwerp niet beantwoordt aan de eisen van de stad, zal die ontwerper moeten betaald worden. En dat is uiteraard een beetje anders bij een ontwerpwedstrijd, waar men echt direct de beste ontwerper kan uitkiezen en dat realiseren. En wie kan er dan eigenlijk zoal deelnemen aan die wedstrijd? Wie kan dan ontwerper zijn die een voorbeeld, een plan instuurt? Van ons mag dat iedereen zijn. Dat mogen zelfs de scholen zijn. Dat mogen buurtbewoners zijn, scholen, architectenbureaus, ontwerpbureaus. Maakt eigenlijk niet uit. Iedereen kan daarop inschrijven. En als daar aan een wedstrijd is dan ook een prijs verbonden. De beste die heeft uiteraard de prijs gewonnen en die mag zijn project realiseren. Verder wil N-VA het plan ook graag wat aanpassen om de winkelervaring te optimaliseren. Daarvoor betrekken zij ook het winkelcentrum Ninja erbij. Wij zouden het inderdaad graag een beetje groter zien. Omdat het niet alleen over de Beverstraat gaat, maar het gaat ook over de link met Ninja. Want nu zitten we eigenlijk met 2 kleine centra kort naast elkaar, maar daar is geen link tussen. Dus de mensen gaan heel zelden van het ene naar het andere. Mochten we dat kunnen bekomen, dat de mensen van het oude handelscentrum naar de Ninja gaan en omgekeerd, dan zou dat al een win-win situatie zijn voor beiden. En we denken dat we daardoor, om dat te kunnen realiseren, moeten we die zone waar dat nu op gezocht wordt een beetje uitbreiden. En dan nemen wij de Centrumlaan erbij en de Kaardeloodstraat erbij. En dat is misschien ten koste van de Burgstraat, dat zou kunnen. Maar daar moeten we echt eerst grondig over nadenken en zien welke straten wel en niet nuttig zijn in dat oude handelscentrum. Omdat bijvoorbeeld de opmerking van Unizo zijn ook, we moeten het compact houden. Het heeft geen zin van een heel groot handelscentrum te hebben met de 1/11 leegstand. Het is veel beter om een heel klein centrum te hebben met weinig of geen leegstand. Wouter van de Winkel, schepen van mobiliteit en leefmilieu, ziet zo'n wedstrijd niet helemaal zitten.
Volgens hem is daar ook geen nood aan. Goh, eigenlijk is dat een beetje de omgekeerde wereld. In die zin dat met een wedstrijd of met een referendum, dat je pas helemaal op het einde van de rit gaat vragen aan de mensen, aan de handelaars, wat ze van het ontwerp vinden. Terwijl we van in het begin, in deze opdracht, daar staat van in het begin in, dat de ontwerper in overleg met alle actoren, dus zijn de handelaars, gebruikers en dergelijke meer, inwoners, dat die van in het begin betrokken moeten worden bij het ontwerp. 2 jaar geleden was er nog sprake van plannen om bepaalde straten in Ninove helemaal autovrij te maken. De handelaars zagen dat helemaal niet zitten en gingen daar dan ook tegen in. Stad Ninove wil zoiets deze keer voorkomen en betrekt de handelaars bij het realisatieproces. Eigenlijk, we gaan die mensen van meet af aan betrekken in het ontwerp. Dus ik verwacht daar eigenlijk relatief weinig problemen van. Ik weet dat de achterdocht of de argwaan toch wel groot is en dat er veel vraagtekens zijn. Nu, we hebben toch met het stadsbestuur bewezen ook dat we ons engagement volledig nakomen om inderdaad dat autovrij centrum, om dat niet door hun strot te duwen. En opnieuw gaan wij ons engagement nakomen om in overleg naar een ontwerp toe te gaan. Toch zijn er bij de Verenigde Handelaars van Ninove nog twijfels. Ze maken zich zorgen over de parkeergelegenheid en vrezen een tekort. Wel, wij zijn eerst en vooral voorstander van stadsvernieuwing. Daar kunnen we als middenstand alleen maar blij om zijn. Maar wij hebben wel onze bedenkingen, onze twijfels erover dat wij zeker en vast niet te veel parkeerplaatsen mogen verliezen in onze binnenstad. We zijn een hele kleine centrumstad en het zijn voor doelgerichte aankopen dat een consument naar hier komt en die rijdt dan wel heel graag tot zo kort mogelijk bij zijn zaak. Tweede punt voor ons is, Ninove heeft nood aan extra gratis parkings. En geen extra gratis parkings op een kilometer afstand, maar binnen een straal van 250, 300 meter loopafstand van de winkels. Moeten we daarom een paar parkeerplaatsen in de binnenstad elimineren om de rest te krijgen, dan zijn we daar ook akkoord mee. We moeten ook eens kijken naar een tweede punt voor ons belangrijk, van als we deze straat hier laten vernieuwen, dat we ook eens in de omliggende straten gaan kijken om daar dus noods door een paar kleine maatregelen extra parkeerplaatsen kunnen bijkrijgen. En dat we eigenlijk het aantal totaal parkeerplaatsen in Ninove binnenstad niet zien verminderen, want dat is echt heel cruciaal. De politici houden rekening met deze zorgen en hebben dan ook beloofd de handelaars alle informatie te verschaffen over de verdere stappen van het plan. Er is dus geen onmiddellijke aanleiding voor verdere acties. Wel, wij hebben bij de voorstelling even op onze achterste poten gestaan en hebben sindsdien al verschillende overlegvergaderingen gehad. En er is ons beloofd dat wij bij elke stadium in de plannen ook zullen betrokken worden. En wij gaan eerst die stappen afwachten en dan zien of dat we iets verder van maatregelen treffen, ja of nee. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.